Dag lieve mensen, ik ben Hetty van Praktijk Alvira en ik maak deze video op 1 maart voor het portaal van 3 maart en een klein beetje volle maan in maagd op 7 maart. De energieën gaan snel. Het lijkt wel of het steeds sneller gaat, maar dat komt omdat het steenboktijdperk is voorbij. Het aquariustijdperk is nu 2 jaar aan de gang, 2,5 jaar, 2 jaar en dat voel je. Dat heeft even geduurd. Ik was destijds in de veronderstelling zo. Aquarius tijdperk komt en we gaan met z'n allen lekker in die stroomversnelling. Maar heeft even geduurd. Maar die is nu in volle gang. Het Aquarius tijdperk zorgt ervoor dat wij in ons gevoel veel meer zitten. Dat dingen zichtbaar worden. Dat leugens en bedrog veel eerder aan de orde komen. Mensen laten veel eerder hun ware gezicht zien. En daarnaast zie jij veel eerder het ware gezicht. Er zit veel in de energie. Ik voel zelf een behoorlijke transitie in energie. Echt een shift heb ik gevoeld in mezelf. Ik weet niet wat het gaat betekenen voor jullie. Maar voor mij was die enorm. Ik heb hem echt gevoeld. Het is wel zeker een uur lang is mijn hele lichaam in chaos en in de war geweest. Het was gelukkig maar een uur, maar voldoende om te bedenken van wat was dat. Heeft ook te maken met de volle maan die eraan komt en de portaal die eraan komt. Maar dat betekent dat wel energieën snel gaan, heftig, je voelt het. Je mag misschien direct terug naar je kern. Je gaat ook je kern voelen, je gaat weten wat de bedoeling is. En je bent er weer uit. En dan denk je, wat was dat? Het besef komt later. Het besef komt later. Wat is mij overkomen? Dus weet dat er wat dingen kunnen gebeuren de aankomende dagen. Niet lekker zijn, misselijk, echt misselijk. Last van je darmen, last van je maag, opgeblazen gevoel. De neiging tot spugen. Duizelig. Hoofdpijn. Dat zijn de geëikte dingen, maar het is aan de orde. Spierpijn voel ik niet. Nee. Ik voel niks in mijn benen. Het is echt de torso of het bovenlichaam lijkt me. Of tenminste vanaf je buik. Je buik, je maag, je borst. Je keel, je hoofd. Dat met name. Je oren. De oren, die voel ik ook. Dat is wat de aankomende dagen een beetje aan zit te komen. En daarnaast wil ik jullie bedanken voor de superleuke reacties. Ik kan jullie echt niet allemaal beantwoorden, want ik wil niet alleen maar zeggen, nou dankjewel, lief, aardig, fijn enzovoort. Dat doe ik niet. Ik vind het heel lief wat jullie doen. Ik vind het super fijn. En blijf het vooral doen. Blijf het vooral doen. Want ik waardeer het enorm. Echt enorm. Bedankt voor de aanmeldingen voor online sessies. Ik vind dat natuurlijk super leuk. De wachtlijst is gelukkig niet zo lang meer. Ik heb ergens halverwege volgende week begint er weer iets meer ruimte te komen. Dus weet dat het kan. Kijk vooral ook op mijn site als je wil weten wat het kost of als je wat voorwerk wil doen. Dat is www.praktijkelvira.nl. Daar staat op wat ik doe en wat ik niet doe. En mijn tarieven enzovoort. Goed, portaal 3-3. En die volle maan in maagd. De maagd is nuchter, hè? Nuchter, analytisch, heeft een sterke wilskracht. Oog voor detail. Maagd is heeft oog voor detail. Is een korte termijn denken, waardoor je dus oog voor detail hebt. Kritisch. Houdt van orde en netheid. Is gestructureerd. Uiteraard niet elke maagd, want het ligt een beetje aan wat in je ascendant zit. Maar over het algemeen heeft de maagd dat als dingen in zich. We hebben daarentegen de zon in vissen. Samen met die maagd kan het zijn meer overzicht. Maar er zit ook meer spanning in geldzaken. Ga ik het uitgeven of niet? Ik moet geld uitgeven. Er is iets met geld de afgelopen weken. Mensen die staan voor uitgaven, onkosten, onverwachte dingen. Ineens geld wat niet gepland was, wat je niet verwacht had, wat je toch moet uitgeven. Maar daarentegen, als je vertrouwen hebt, komt het ook weer terug.
Spanning in, op relationeel gebied. Zeker met vissen. Vissen is emotioneel, is dromerig, is liefdevol. Ah, het komt zoals het komt, maar dat is maagd helemaal niet. Dus er kan ook spanning zijn op het gebied van relaties. Daarentegen, voor alles geldt, relationeel, geldgebied, privé, zakelijk, alles. Waar kies je voor? Comfort? Kies je voor comfort? Kies je voor routine? Of stap je eruit? Of zeg je nee, 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 het is tijd voor de verandering. Ik ga de verandering continueren. We maken eigenlijk elke dag wel een nieuw stapje, ook al heb je het niet eens door. Maar als je terugkijkt in een week, wat je allemaal hebt aangepakt of wat je hebt gedaan, en misschien heb je wel een hele week stilgezeten. Dat je denkt, ja, maar ik heb niks gedaan. Maar als jij nog nooit een week hebt stilgezeten, is dat ook al iets nieuws. Bijvoorbeeld. Ja, het is tijd voor verandering. Tijd om te ontdekken. Tijd om nieuwe dingen aan te pakken. En dat kan eng zijn, maar het is ook heel leuk. Het geeft een spanning, een spannend gevoel. Een spanningsgevoel. Het geeft het lentegevoel, het kriebelgevoel. Misschien denk je wel, ik wil veranderen in. Ik wil mijn uiterlijk veranderen. Ik wil mijn haar anders doen, ander make-upje. Ik wil andere kleding. Ik wil mijn huis anders decoreren. Ik ga mijn tuin aanpakken. Of het reinigen van je lichaam. Reinigen van lichaam, geest. Dat je denkt, ik wil wat gezonder gaan leven. Maar belangrijk is dat je gewoon in jezelf blijft geloven. En dat je vertrouwen hebt in jezelf. En anticipeer in de veranderingen. Anticipeer, hoe ingewikkeld ook, hoe uitdagend ook. Anticiperen in die veranderingen. Ik heb themakaarten gelegd. Ik kreeg in balans. In balans. Tijd om te gaan. Ja, tijd om te gaan. En tik-tak. En naar aanleiding van hetgene wat ik nu net heb gezegd, is het de bedoeling dat je balans mag brengen in het spanningsveld. Wat je hebt op relationeel gebied of op geldgebied. En ook als je geen relatie hebt, kun je een spanningsveld daarin hebben. Hè? Ook als je alleen bent, omdat je dan toch een beetje denkt van, ja, het zou zo leuk zijn. Maar als je helemaal content bent met jezelf, dan kan het op relationeel gebied ook je familie zijn, hè? Of je vriendenkring. Dat daar ook spanning in zit. Dat je denkt, nou, ik hoor helemaal niets van ze. Of ze staan juist voor me klaar. Dat is het mooie van maagd in vissen. Het zijn zo twee tegengestelde sterrenbeelden. De nuchtere maagd tegenover de dromerige vissen. Nou, zet die twee maar bij elkaar. En je creëert echt het spanningsveld wat ik net noem. Het tijd om te gaan, wat ik ook al wat ik net noemde. Dat is ook, hè. Kies je voor comfort? Kies je voor routine? Kies je voor het oude? Kies je voor gemak? Of zeg je van, oké, ik verhef mijzelf en ik loop een stukje verder. Ik ga door. Ik ga door en ik laat dingen achter mij. Ik laat het gaan. Ik rond af. Ik wil richting het vernieuwende. Tik-tak kreeg ik ook erbij. Het is tijd. Het is tijd om te vertrekken, maar het is nooit te vroeg en het is nooit te laat. Dus als jij morgen besluit, als je volgende week besluit, vertrek is altijd goed. Het vertrek is altijd goed. Het is nooit te laat, het is nooit te vroeg. Onthoud dat. Alles gebeurt op tijd, op jouw tijd. En als je in je wens en je verlangen zit, ik blijf het zeggen, je hoop. Als je hoopt en verlangt, duw je het weg. Als je het wenst vanuit je hart, komt het naar je toe. Dus het is altijd de tijd. Het is nooit te laat. Alleen de tijd wordt je nu gegeven. Dus doe ermee wat je wil. Waar zitten wij in? Waar zitten jullie in deze portaaldag, dagen richting volle maan? De energie gaat snel. Ik weet niet of ik dat net al gezegd heb. De energie is snel. Dingen veranderen snel. De inzichten zijn snel. Het wordt snel duidelijk. Negativiteit wordt snel duidelijk, maar ook positiviteit. Positivisme en negativisme, dat zijn de woorden. Wat is jullie uitdaging?
Ik heb de hectotarot gebruikt voor veerkaarten. Ik heb hier aas van water. De zon schijnt weer enorm, dus vandaar dat niet alles zichtbaar is. Aas van water. Zie jij die stroom van overvloed op je afkomen? Durf je het aan? Durf je het te accepteren? Of denk je, nou, weet je, ik wens al zo lang dingen. En ik wacht al zo lang, het komt toch niet meer. Het komt toch niet meer. Maar hoe langer je wenst, hoe langer je mag wachten. Het is altijd op tijd. Het is nooit te laat. Uiteindelijk komt die tijd aan. Maar het gaat om de balans in jezelf krijgen. Van oké, weet je, als ik iets wens, iets wil, zo graag wil, dan kun je wachten op die overvloed. Dan mag je wachten op die overvloed. Het gaat wel komen, want het zit in een lijn. Het duurt alleen ietsjes langer. Dat is nou ook de zeven van vuur. Wat ga ik doen, hè? Dit is de uitdaging in jezelf ook. Wat ga ik doen? Kies ik voor liefde of hou ik me sterk en denk ik, oké, nou, het komt toch niet? Of ga ik me kwetsbaar opstellen? Dat is ook zeven van vuur in dit geval. Ben jij de leeuw die denkt, oké, ik doe net alsof het me niet interesseert. Ik voel het wel, maar ik laat het niet merken. Maar ik wil het wel heel graag. Of kies je voor de rozen? Kies je voor warmte, kies je voor de passie. Kijk je naar de mogelijkheden die er zijn. Maar ja, ik ben het ook wel waard. Ik ben het waard. Ik ben de overvloed waard. En ik wacht. Ik wil niet meer. Ik wens niet meer. Ik verlang niet meer. Verlangen zit in pijn. Maar ik kies wel voor liefde. En ik ga niet doen alsof het me niet interesseert. Ik ga niet als een leeuw zitten van oké, ik heb het allemaal onder controle. Dat hoeft niet. Hier zit jouw, je zit hier, er zit hier een uitdaging. Hier zit je uitdaging. Het kiezen voor liefde is voor heel veel een uitdaging. En dat snap ik heel goed. Want wat is liefde? Wat is liefde om altijd maar in liefde te denken? Het gaat alleen maar om het houden van jezelf. En hoe doe je dat? Is accepteren wat je overkomt. En weten dat niets is bedacht om jou een hak te zetten. Weten dat niets is bedacht om jou expres pijn te doen. Maar het zijn leermomenten. En als je dat voelt en daar doorheen voelt, dan komt die overvloed. Dan komt die warmte en de liefde van andere mensen. Want zij zien de rust in jouw ogen. Ze zien de vrijheid in je ogen. Het is een uitdaging. Maar te doen. Kreeg ik in deze tarot twee van vuur. De slangen staan voor transformatie, maar die staan ook van, wil ik het wel? Ze kijken allebei een andere kant op, zo van, ja, letterlijk, hè. Ga ik voor comfort of ga ik voor vernieuwing? Ga ik de transformatie aan? Durf ik samen te smelten met mezelf? En hoe pak ik het aan? Hoe pak ik het aan? Durf ik alleen? Durf ik een besluit te nemen? Want als ik een besluit neem, kan ik dan nog wel terug? Je kunt altijd terugkomen op je besluit. Niets is fout. En daarnaast kreeg ik de grote moeder. En de grote moeder staat voor mij balans tussen hemel en aarde. Inzichten van boven en inzichten van beneden. En weten dat je alles in je hebt. Dat jij degene bent die de energie van boven ontvangt en het mag vertalen hier naar jezelf, naar het aardse. Je ontvangt de antwoorden van boven en je mag ze vertalen in jezelf. En weten dat niets gebeurt om jou pijn te doen, expres, dat het daar niet om is. En weet dat je beschermd wordt, dat je geholpen wordt door boven. Alleen we zien het zo vaak niet, we voelen het zo vaak niet, maar het is zo. Als jij het wenst, als jij het wil, als je het vraagt, krijg je het antwoord. En daar zit de overvloed in. Dan kun je creëren. Want dit staat voor mij niets anders dan het creëren van warmte, van liefde, van kleur, van mooie dingen. En natuurlijk komen we minder leuke dingen tegen. Dat is het leven. Als het elke dag alleen maar leuk was. En er gebeurt niets, is alleen maar leuk ook niet meer leuk. Want dat wordt een gewenning, dat wordt comfort. Het is de bedoeling dat we leren. Dat we af en toe iets zien wat ons nog een beetje steekt. Of steekt of prikkelt. Om te kijken van, ben jij uit alle karma stukken? En we hebben er veel, kan ik je vertellen. We hebben er veel.
Jullie zijn allemaal, wij zijn allemaal nu op aarde om deze stukken op te mogen lossen. Wees je daarvan bewust. Dit is een hele mooie tijd om in te leven. Een hele dankbare tijd, vind ik, om in te leven, vind ik. Dit zijn uitdagingen. En die zijn niet simpel. Ze zijn echt, het is een mooie trigger om te beginnen. Zeker in de maand maart. Vernieuwing, verandering, lente. Het is een beetje terugkijken van hoe het was. De spanning voelen. De leuke spanning voelen, maar ook de andere spanning voelen. Van, ik word zo uitgedaagd. Dat. Wat je mag doen ook. Zwaarde 10. Dit is het. De lichtziendes tarot. Zwaarde 10. Waar wil ik de overbelasting loslaten? Waar wil ik geen last meer van hebben? Wat laat ik achter mij? Maar weet dat je geholpen bent door boven. Dat zijn die vogels. Weet dat je, als je afstemt, echt wel de antwoorden in je krijgt. Jij bent al wetend. Jij bent al wetend. Jij hebt alles in je om het te voelen wat de bedoeling is. En toch wijk je elke keer ervan af. Omdat we zo in patronen leven. Is niet erg. Helemaal niet. De chariot. Actie. Ondernemen. Snelheid. Teugels in eigen handen nemen. Maar ook de ander iets gunnen. Ook de ander de teugels gunnen. Maar wel zeggen, oké, ik wil vooruitgang. Ik wil doorgaan. Ik hoef niet meer om te kijken. En natuurlijk mag je omkijken. Maar het is de bedoeling dat je doorgaat en leert van het verleden. Ik zie hier een nieuwe start. Een nieuwe start. Ja, het is alsof je hier besluit van ik ga niet meer overleggen. Ik besluit dingen alleen. Ik kan tegen een ander zeggen van joh, ik heb dit en dat besloten. Maar je overlegt niet meer. Je bent zo ver gekomen dat je inmiddels weet van ik ga het zelf doen. Ik ga zelf besluiten. Ik neem zelf de stap. Het is klaar met allemaal denken van oh ja, doe ik het wel goed? Al die zelfbevestiging, dat is het eigenlijk. Dat is wat ik zeggen wilde. King of Cups. Hetzelfde als het gevoel van 7 van vuren. Voor mij. Ik weet het wel. Ik voel het wel, maar ik laat het niet merken. Iemand die heel spiritueel is. Maar emotioneel niet geraakt wil worden. Emotioneel denk ik, wacht even, ik neem even afstand. Ik zie het wel, maar ik voel het niet. Dat. Maar toch wel weten. Je weet het. En daarnaast uiteraard staaf 5. Wat ook de 2 van vuur kan zijn. En de zwaarde 10. De uitdaging. De verandering in jezelf. Waarin uitgedaagd wordt. Je voelt de verandering. Je voelt het spanningsvelden. Je voelt de bedoeling en dan denk je, ja, maar ik wil toch. Ik wil toch richting het licht, hoe dan ook, wat een ander ook zegt. Ik wil richting de nieuwe start. Ik wil een vurig en gepassioneerd leven. En ik weet dat dat niet elke dag is, maar toch wil ik, vind ik het prettig om te leven in uitdagingen, om te leven in nieuwe dingen, om te kijken hoe ik dat ga aanpakken. Ik wil nieuwe starten maken, excuus. Ik wil nieuwe starten maken. En de mensen die niet meer voor mij gaan, mag ik laten gaan. De mensen die ik altijd in mijn leven heb gehad en het werkt niet meer. Je hoeft ze niet te laten gaan, maar je mag ook zien van hey, die zijn werken heel anders dan ik had verwacht. Jaren geleden paste dat nog, maar het past helemaal niet meer. Als je ze leuk vindt om andere dingen mee te doen en geen diepgaande zaken mee te doen, prima. We hebben allemaal mensen om ons heen van diverse plamage, zeg maar. Hè? Dat mag. Als je het maar weet. We zijn allemaal verbonden. Hè? We zijn allemaal verbonden. Of iemand nou leuk is of minder leuk. We hebben allemaal een connectie. En ze mogen je allemaal wat vertellen. Wat ga ik doen? Oké. Ik doe nog 3 kaarten van de Shadowscape. Blijkbaar. Als extra boodschap voor de portaaldag. En de volle maan.
je maagd. Dus houd rekening met die ascensieverschijnselen, transitiegevoel, dat dat eraan komt. Wat zijn nog de extra boodschappen? Ja. Ik krijg ook alweer als bevestiging zwaarde 10. Zwaarde 10. De extra boodschap is van, weet je, maak ook gewoon keuzes om dingen niet meer te doen. Denk niet dat je alles zelf moet doen. Hou niet alle ballen in de lucht en denk van, weet je, ik heb hier gewoon geen zin in. Ja, dat. Als je keuzes wil maken. En dat kunnen hele, hele simpele dingen zijn. En je denkt, ja, ik doe elke dag al, ga ik brood halen daar. Ik ga het dus gewoon een dag niet doen. Ik haal nu in één dag voor één dag twee keer brood. Snap je? Het gaat niet om wat je doet, maar hoe, de manier waarop je het aanpakt. Daar kun je al de overbelasting in laten. Het kan te maken met praktische zaken. En ik denk dat het in dit geval ook is, want ten of soort staat ook van heel erg je hoofd breken over zaken van, ja, wat moet ik nou doen? Hoe zal ik dat nou aanpakken? Hoe ga ik hier een oplossing in vinden? Dit is het analytische brein, het nuchtere brein, die dwarsloopt in de volle maan in maagd. Hoe ga je het, daar gaat een uitdaging in zitten, want ik krijg hem dubbel. Dus daar zit hij in, hè? Hoe ga ik het oplossen? Wat ga ik doen? Kom uit het stukje van die slapeloze nachten, de breinbrekers, kom daar gewoon uit. Daarnaast kwam er Queen of Pentacles. Het wederom weten wat je waard bent. En weten dat je niet al het geld kwijt bent. Dat die spanningsveld in geld niet zo zwaar is als je denkt. Niet zo zwaar is als je denkt. Je weet wat je achter de hand moet houden. Als je het niet gaat redden, maak je afspraken. Er zijn oplossingen voor. Kom uit die overbelasting. Waar kan ik mijn overbelasting kwijtraken? Door te praten. Door te praten en te zeggen van, dit is misschien een oplossing. Waar kan ik, hoe kunnen wij het oplossen dat ik het geld gespreid kan betalen? Bijvoorbeeld. Ook op het gebied van relaties. Praten. Joh, laten we even afstand houden. Laten we even dat niet meer doen. Of van, ik wil je wat vaker zien. Ik vind je leuk. Dat hè? Dat is Queen of Pentacles. Concreet, maak de zaken concreet. Pentacles staat niet alleen letterlijk voor geld. Heeft wel vaak met geld te maken, maar in dit geval niet. Ik krijg Page of Wands. Schildknaap van staven. Nieuwsgierig, gepassioneerd. Uitkijken naar een nieuw begin. Schoorvoetend. Het doodeng vinden. Het eng vinden, maar ook wel leuk en spannend. Een nieuw begin. Of maart staat voor de deur. De maand van de lente. Van de liefde, van vogeltjes, van kriebels, van veranderingen. Veranderingen, van groei, letterlijk groei. De natuur die weer openbarst, de bloemen die weer komen, het kleur. Als de natuur kleurt, kleur jij ook. Zie wat er gebeurt in de natuur. Wat jij ziet om je heen is onze natuur. Is onze natuur. Dus bloei open. Dat is de Page of Wands. En daarnaast kreeg ik Six of Pentacles. Balans vinden. In geven en nemen. In ontvangen. In helpen. In hulp ontvangen. Hulp krijgen. Maar ook hulp geven. Hoe klein het ook is. Hè? Het maakt niet uit. Want ik zeg het wel vaker. Soms is alleen een lach voor iemand al voldoende. Dan ben je al... De zes van pentakels, dan maak je namelijk iets concreet. En de zes staat ook voor liefde, maar je maakt concreet iets zichtbaar aan een ander. Van, hallo. En die ander, die kan daar zo instant blij van worden. Dat is werkelijk waar. Of als je een hond ziet, of een kat, of zakken even door je knieën. Als je een dierenliefhebber bent, hè, anders gewoon doorlopen. Maar je snapt wat ik bedoel. Jullie snappen wat ik bedoel. Je snapt het. Ik doe nog... Nee, ik ga niet voor het Sjamaan spiegel raken, blijkbaar. Ik ga het voor de Enchanted Map. Is wel in Engels, maar goed. De vertaling doet erbij. Hè?
wil nog even weten wat de overall boodschap is voor deze dagen, deze dag. Talisman. Talisman. Die staat er ook voor van, weet je, het is helemaal niet erg om even uit balans te zijn. Dat is dat spanningsgebied waar je in zit. Ze helpen je altijd weer op de juiste weg. Jij weet altijd weer door jouw innerlijk kompas de weg terug te vinden. Ook al gaat die gekronkeld. Ook al gaat die met hoeken. Je weet uiteindelijk de richting te vinden. Het maakt ook niet uit of je rechtdoor gaat, hè? Als je maar weer terugkomt op dit pad. Je mag heus uitstapjes maken. Geen probleem. Je komt altijd weer terug bij jezelf. Talisman. A lesson truly learned is crystallized as earned wisdom. You have all you need for the success you seek. Dus je hebt alles in je om te weten waar je nou naar op zoek bent. Naar wat je voelt, wat jouw wensen zijn. Wisdom allows you to recognize traps on the road and familiar patterns that you want to avoid. Dus de wijsheid in jou leert je het te herkennen. Je leert de valkuilen te zien en de patronen. En je weet hoe je ze mag ontwijken, hoe je ze kunt ontwijken. It also enables you to quickly gather information about where you are on your journey. Ik heb al gezegd, de energie is snel, gaat snel. En hier staat het ook. Je hebt de mogelijkheid om snel informatie te verzamelen. Omdat je ziet wat er aan de hand is. Wat ik net al zei, de maskers vallen. Je ziet precies van, oh, oké, dit is niet de juiste weg. Ik moet even terug. Oh, dit was het niet. Ik ga weer even terug. It helps you recognize your allies and know how to find the best routes along the way. Je ziet je vijanden. Je ziet de mensen die jou niet meer dienen. Maar je mag ervoor kiezen om daarmee door te gaan. Maakt niet uit. Now you're at a place where you know the right thing to do and the best choices to make. Je bent nu op de juiste plek, in de juiste tijd, om de beste keuzes te maken. Dat is ook wat maagd en vissen doen, hè? Die dwingt je om te kijken. Om te kiezen. Ga ik terug? Routine, comfort of vernieuwing? You really can't commit a mistake. Dus je kunt geen fout maken. Dat heb ik ook gezegd, hè? Altijd is de juiste tijd. Als je iets bewerkstelligt uit eigen belang, duurt het even langer. Maar het is altijd de juiste tijd. Whatever your inquiry, great fortune awaits you. For you have the wisdom to arrive at the right decision. Het maakt niet uit wat je doet. Je hebt recht op overvloed op deze. Het wacht op jou uiteindelijk. Als je de juiste keuze maakt voor jezelf. Als je en de juiste keuze maken voor jezelf is liefde voor jezelf. Is weten dat je van niemand afhankelijk bent. Niemand nodig hebt. Echt niemand nodig hebt. You've learned your lesson. Your lessons and earned the right to success. Je hebt je lessen geleerd. En het recht op succes verdient. Ik vind dit een hele mooie afsluiter. Want dit is een beetje wat ik net zei. Hè? Het zit in je als je het manifesteert. Uit eigen belang duurt het wat langer. Krijg je opnieuw weer even een taak. Maar als het in je wens zit vanuit je hart, dan heb je het verdiend. Want dan doe je het niet uit eigen belang. En het is niet erg om even zo te lopen. Je ziet het. Je gaat het zien. Denk, oeps, dit was hem niet. Even terug. Dit is wat ik voor jullie heb. Dit is wat ik jullie kan melden. Heb een mooie portaaldag. En een fijne volle maan. Hij is heftig. Spannend. Maar goed te doen. Dank jullie wel voor het kijken en tot de volgende portaal.